De inheemse dorpen in het zuiden van Suriname ontberen al enkele jaren kinderbijslag. De kapitein van het dorp Pilele-Tepu, Moshishi Sanaupe, zegt dat zijn dorp samen met andere 7 dorpen bijkans 3 jaar geen kinderbijslag heeft ontvangen. De kapitein zegt dat zij meerdere keren aan de bel hebben getrokken bij de centrale overheid. Ook zou de Gramang hebben geprobeerd het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting te spreken. Echter is er tot op heden geen verandering in de zaak gekomen. Ministerie voor Sociale Zaken. Maar ministerie taki, maar otem. Amanoman taki ja, amundisi. Mirwa nangawang fubenelang. Ja. Ano taki sref srefi mafro. Daarom min oan taki nanga over het taki furu. No, dis na disi takik ba. Daarom je moest taki nanga wang fu meki junsu. Taki saide. Mi srefi mi asi saide lanti no wang luku fu uno. Ja. Dis na wang tena regeren, tena lanti. Ano wani. Aburo koma srefi no manko. Dat toch. Ja. Omdat lanti muskanki na amoni disi. Lanti muskanki nawan tustemen gen disi. Ma, ke lanti no mantaki, akuroko man no manko. De kapitein legt uit dat de kinderbijslag de ouders een beetje op weg hielp. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat kinderen zonder schoenen naar school gaan en dat ze ook geen uniform hebben. Juffrouw Taki, zei de uniform nodig? Zeiden van Abkinegren om aan een uniform van Skoro Krosi, Damitaki, Fa, Densma Eko Pai uniform, zonder money. De sociale zaken Ekong, Ibriari, Densma Abiwan Kim Kim, Fu Pai uniform. Maar Tide, Sref Srefi. Ook toen slepen, nou de wang score op 10. Zonder slepen, de maïko na wang score. Kapitein Sanaupe van Pilele-Tepu benadrukt dat er tot vervelens toe geprobeerd is de aandacht van de centrale overheid te trekken voor de vele problemen waarmee het gebied kampt.